We hebben onder GGZ Delfland hebben we Doel Delfland, wat onze tak van dagbesteding is. Maar dat is wel volgens een bepaald systeem ingericht. Maar er zijn geen activiteiten waarbij mensen hun eigen input kunnen leveren. Nou, zo is eigenlijk dat idee ontstaan van de Herstelacademie. Dus ik heb heel bewust voor gekozen van, ik ga mij eigenlijk toeleggen op, wat is dat herstel dan? En hoe kan je nou bijdragen als ervaringsdeskundige met een eigen uniek verhaal? Maar hoe breng ik nou dat vonkje zoals ik het heb ontvangen op Ridder 8, hoe breng ik dat vonkje over naar anderen? Ik kon zeker die eerste 6 weken van mijn opname niet slapen. En dan ging ik bij de nachtverpleging een kopje thee drinken. En ondertussen zat ik wel 2,5 uur daar mijn verhaal te vertellen. En zij luisterde, terwijl op dat moment niet dat haar werk is. Bij veel middelen krijg je last van onrust. En dan weet je zelf eigenlijk niet meer waar je het zoeken moet. Want in zo'n veilige omgeving is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat iemand zich wel veilig voelt. En dat wordt dus gecreëerd. En dat is dus ook een groot onderdeel van de zorg die geboden moet worden. Want het is niet alleen maar het stukje ziekte of stoornis of aandoening. Nee, het gaat bijvoorbeeld ook om slapen en om eten en om bewegen. Gewoon hele basale dingen voor ieder mens. En daar wordt nu gekeken of wij bijvoorbeeld daar ook een bijdrage zouden kunnen leveren vanuit het stukje Herstelacademie. Zodat mensen eigenlijk al meer inzicht in zichzelf krijgen van, ja, wat moet ik eigenlijk doen om me goed te voelen? En hoe hou ik dat dan vol? Een behandelaar die heeft dit stuk en dan mag hij een uur met een cliënt aan de slag. En dan hebben we een behandelingsspreekuur gehad. Ik ga naar iemand en dan ga ik gewoon in gesprek. En of dat dan 3 kwartier is of 1,5 uur of 2 uur, ik doe dat. Die toekomst van die herstelacademie, die zie ik wel als een soort springplank. We proberen dat zo actueel mogelijk te houden. We gaan geen nieuw instituut inrichten. En het kost ook eigenlijk relatief heel weinig. Omdat we gebruik maken van vrijwilligers. En wij liften mee op de faciliteiten die vanuit de organisatie er al zijn. Dus qua kosten, nou, zie je ons wel terug op de totale verlies- en winstrekening. Maar dat is maar een minimaal bedrag. Als je daar nou denkt van, oké, hoe zouden we dat nou verder eigenlijk ervan gebruik maken, zodat je dus uiteindelijk die kosten van de zorg als totaal een klein beetje in de teugels houdt. Denk ik dat je daar misschien wel eens goed naar zou kunnen kijken van, goh, hoe zou je dat nou op eigenlijk een relatief goedkope manier, zeg maar, verder kunnen uitbouwen. In Nederland hebben wij een stuk wetenschappelijke kennis, hè, die op universiteiten, op scholen wordt ontdekt en vastgelegd. Daarnaast heb je professionele kennis, die van grote waarde is. En daarnaast heb je de ervaringskennis. Nou, als je dat met z'n drieën nou eens goed gaat kneden en een goede structuur eraan geeft, dan heb je herstel.